girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Heel goedemiddag, welkom terug. Ja. Oh, het is 1 uur nu dus. We gaan vandaag heb ik een gesprek met Handy. En ja, we gaan een keer luisteren wat voor een job dat ze mij voor mij hebben. En dus ja, we gaan een nerveus gesprek hebben, maar ik mag niet nerveus, lekker dat ik jullie tegen jullie ben gepraat. En ja, we gaan een keer luisteren wat voor functie dat ze hebben voor mij. En we gaan wel zien. En straks nog eten gaan halen in de winkel. En we gaan rustig een namiddag doen. En we gaan die gesprek hebben en dan op ons gemakje zijn. Allee ja, maar kijk, deze jongen is proper gemaakt nu. Ja, met de headphone nu niet, maar qua kledingstijl ben ik deftig. En zoals ik zie, oh wow, ben niet goed wakker. En bij deze neem ik jullie mee naar richting Handy en dan het gesprek. En ik zie jullie later. Een heel goede middag, we zijn nu onderweg richting Handy. Want als je daar op het einde van die straat ziet, zie je, niet het einde van de straat, maar de helft van de straat is er een brug. En dan moet ik even op naar beneden en ik ben bij Handy. Ik heb een sollicitatiegesprek en godverdomme, die stopt daar wel nog. Godverdomme. En ooit kom ik hier. Ergens bij Audi. Dan kom ik een auto halen. Ik heb hier vroeger mijn droomauto gezien. En ik kom die halen. Sowieso. Als ik werk, ik heb mijn rijbewijs. En ik heb een Volkswagen, niet echt zo mooi, maar het is wel sportief. Platte baan. En kijk, Audi. Dikke waggie. En ja, ooit kom ik hier zo'n jeep halen, ofwel een andere Audi A5 of zo, of A6. I don't care. Oh, die A3 is ook 30. Laat me een keer zien. Oh, Range Rover. Rauch. Zo'n bom. Oeh. Oeh. Oh, dat is wel deftig. 94 duist. 79 duist. Oeh, daar. Oeh, Porsche. Ja, 77 duist, kunnen jullie zien. Dat dan nog redelijk goed meevalt. En, maar ja, kijk. Dat is echt wel een bomauto. Dus, maar kijk. Ik zie jullie later en ik zal jullie laten weten dat ik mijn gesprek had. En voor Tetchy. Zoals je ziet zijn we nu aan een nieuwe vaart. En we gaan met het resultaat van het gesprek is in feite. De persoon die ik moest hebben is niet aanwezig, omdat zijn verlof is. En maar ik heb mijn gegevens aangelaten, zodanig dat ze daarna kunnen afgeven. En cross my fingers voor de 28e. Als ik dan goed nieuws krijg, dan is het dubbel feest. Want de 28e, ik heb 3 jaar voorwaardelijk gehad omdat ik fouten gemaakt heb in mijn leven. En de 28e verloopt. Hè. En zoals je ziet, ik ben op de goede weg nu. Ik heb een serieus moeilijke periode achter de rug en relatiebreuk. Dus
dan een moeilijke periode achter de rug had. Dus de hel dat ik meegemaakt heb. En dan ben ik naar Enzo Knol binnen kijken. En die heeft me dan op het idee gebracht van waarom ben je niet te vloggen? Ik zei oké, waarom niet? Ik ga dat ook een keer proberen. Dus ik had afgesproken met een maat van mij van ja kijk, we gaan vlogs beginnen maken op YouTube. Dus, oké, wat doe je? Ik zei van ja, oké, we gaan dat gewoon doen. En daar bij deze maat ik deze. Dit is een microbe. Mijn vader is begonnen door mij. En ja, we gaan, zoals je ziet, mijn toekomstig werk daar. En ik ga toch vragen voor in het magazijn. Dus als ik een opleiding moet doen of zo, aan een keer voor het magazijn te mogen werken. Dan moeten ze mij maar de kans geven om een opleiding te doen met de klanten en zo. En we gaan wachten op Brian, wachten op Lisa. Dus. En we gaan er nog een leuke namiddag van maken. Ah ja, namiddag. Het is 3:15, dus. En we gaan straks nog een drinken. Gezond doen. En erachter op mijn bak naar huis. Eten gaan halen. En zodat ik wat eten kan eten vanavond. En we gaan. Oké, okay, ik zie jullie later. En. Oh ja, ik heb misschien nog een goede mededeling voor binnenkort. Ik ga een e-mail sturen naar Camera Express. Een keer luisteren of dat ik een samenwerking kan aangaan met hun. Voor mijn materiaal. En dus, ja, wie weet komt er wel nog iets in huis van nieuwe camera's en zo. Dus. Allee ja, maar kijk, ik zie jullie later en verdedje. Een heel goede avond, zoals je ziet, zijn we klaar om te lopen. Drinken bij, subiet een beetje stretchen en dan op ons gemak beginnen met lopen, een kwartier. We gaan toch proberen een kwartier, maar ik denk wel dat dat gaat lukken. En allee ja, maar kijk. Ik mocht een nieuwe dag, nieuwe vlog. En ja, ik heb niet gevlogd terwijl dat Brian erbij was. Hij was ook van zijn werk, hij was ook moe. Dus, maar morgen een nieuwe dag, nieuwe vlog. En we gaan er voor tegenaan gaan. Allee, maar kijk, zie jullie later. En een verdetje.